Medical Science. Dit zijn materialen die we verwerken tot een mal om de cellen in het lichaam aan te trekken. En om dit in een mal te verwerken gebruiken wij een 3D-printer om complexe structuren te maken, zoals een tubulair structuur als een bloedvat of gewoon bakjes om cellen in te kweken. De mal breekt af over de tijd en de cellen nemen dit over om een nieuw stukje weefsel te vormen. Ik doe een promotieonderzoek binnen de afdeling Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En wij zien de mens als een soort van een machine die kapot kan gaan. En als biomedisch technoloog zoeken wij dus naar oplossingen om deze onderdelen het weer te maken. De mallen die wij dus printen voor het lichaam zijn van speciaal soort plastic. Dit zijn responsieve materialen. Dat wil zeggen dat deze materialen reageren op licht of temperatuur of bijvoorbeeld zuurtegraad van je lichaam. Ik werk dus aan de ontwikkeling van deze materialen en ook de verwerking ervan. Dus met 3D-printen probeer ik het tot een biomateriaal te verwerken. Nee, veel mensen denken dat onderzoek doen het verlengde is van studeren. Maar er komt veel meer verantwoordelijkheid bij kijken. Wij leiden studenten op, masters en bachelor studenten. We geven les, we doen zelf onderzoek, maar we schrijven ook artikelen, we presenteren onze onderzoeken en we gaan naar congressen. Dus ja, geen één van mijn dag is precies hetzelfde. Onderzoek doen is niet per se eenzaam. Al helemaal niet in de afdeling waar wij werken. Onze collega's zijn allemaal heel erg betrokken bij elkaar. We hebben wekelijks besprekingen over resultaten en experimenten. En in het lab staan wij ook direct naast elkaar te werken. En als biomedisch technoloog werken we ook veel met andere mensen samen. Dus met biologen, met chemici, met artsen. Dus dat is wel superleuk. Je werkt aan iets nieuws. En niemand werkt aan precies hetzelfde als dat jij aan werkt. Dus als er iets misgaat, moet jij ook zorgen dat je weer uitkomt. En dit kan best wel een eenzaam traject zijn. Ja, regelmatig. Dat hoort een beetje bij onderzoek doen. Theoretisch zou iets moeten lukken, maar in praktijk hoeft het helemaal niet te werken. Dat is ook super interessant aan onderzoek doen. Want als wij dus een experiment opzetten, of het nou loopt zoals verwachting of niet, het wekt vaak nieuwe vraagstukken op. Ja, dit kan super interessant zijn, maar ook heel frustrerend. Tijdens mijn bachelor vond ik het idee van het maken van organen of weefsels super fascinerend. Daarnaast kwam ik ook nog in aanraking met 3D-printen. En van deze twee onderwerpen heb ik dus mijn promotieonderzoek kunnen maken. Mijn droom zou natuurlijk zijn om ooit in de toekomst een synthetisch orgaan te kunnen bouwen. Bijvoorbeeld een kloppend hart of een nier. Maar dat is natuurlijk super ver. Faces of Science.